Hallo meneer Noir. Le Noir, ja. Ik ben inspecteur Aucour. Ik kom voor die inbraak. Ja, een half uurtje te laat, maar dat maakt niet uit. Kom binnen. Wat een mooie woning. Ja, ik woon hier graag. Ik heb er echt voor gewerkt, natuurlijk. Ik moet wel zeggen, qua eerste indruk lijkt er geen inbraak te zijn geweest. Hier is eigenlijk niks te zien, maar ik zal u meepakken naar de plaats waar het schilderij weg is. Voilà, dus hier in mijn Rankowski, die zijn van een nacht gestolen. Ja. Is het gewoon als ik even onderzoek? Ja, ga je gang. En wat gaan jullie doen? Ja, we kunnen eigenlijk niet veel doen, maar ik ga het nu wel aan om de veiling te versterken. Volgt u mij? Ja. Kunnen we dan de beveiliging willen versterken? Wij kunnen wel komen, maar ik kan eventueel ook een beveiligingsdienst zien. Ja, u wil ik wel laten komen natuurlijk, hè? Voor de beveiliging uiteraard. Het is nogal een dure collectie zoals u kan zien. Ik zal zien wat ik kan regelen. Oké. Hallo, van mevrouw Van der Roelen? Cara, Marie hier. Ik moet u en uw zus zo snel mogelijk zien. Hè? Waarom? Wat is er? Ja, dat kan ik nu niet zeggen, maar kom zo snel mogelijk naar Chanoir. Oké, ik zal ze gaan halen. We zijn er direct. Tot ziens. Ja, tot straks. Toen was tante Ida, zo vroeg hoe dat was. Ik heb een schilderij gezien van Noir. Ik denk dat hij van jullie vader is. Huh? Hoe komt hij? Hoe kan dat? Hij Belle Noir, thuis. Ja. Dat schilderij van die vrouw, dat topstuk waar je eigenlijk alles over heeft. Hoe komt hij daar aan? Ja, sowieso niet op een legale manier. Ja, waarschijnlijk. Dan moet hij dat sowieso terug hebben, hè? Ons moeder kan dat niet aan. Ja. Ik heb een idee. Hallo. Goedenavond, meneer Lenoir. Ik had gehoord dat u een vernissage deed. Is het misschien mogelijk dat ik een persoonlijke rondleiding krijg? Dat is zeker mogelijk. Kom maar binnen. Dank je. En hoe persoonlijk wilt u dat de rondleiding wordt? Heel persoonlijk, meneer Lenoir. We zijn er speciaal voor u en alle mannen.